Wij verkopen ons bier hier gewoon in kratjes en in flessen, net als in Nederland en in andere landen ter wereld. En het enige wat wij hiermee proberen te bereiken is dat de kratjes en het glaswerk eigenlijk weer teruggaat naar de fabrikanten. Dat houdt in dat we minder afval hebben hier op het eiland. Wij zijn hier gewoon te gast op dit eiland en wij houden hiervan. En ik denk dat het gewoon niet gepast is om verder te gaan met vervuil. En wij hebben het idee dat alles wat je hier aan kan doen, en het is maar een klein onderdeel natuurlijk ervan, dat meedraagt aan een schone Bonaire. Een van de leukste dingen natuurlijk op het eiland is natuurlijk gewoon het prachtige water. Varen en al dat soort dingen, dat is wel mijn passie. Nou, ten eerste kan je daar ook weer gewoon even je energie in kwijt en een beetje tot rust komen. Het is gewoon eigenlijk natuurlijk een unieke plek op de wereld. En als je daar op dat moment gewoon deel van uit kan maken, is dat natuurlijk iets unieks. Elk kratje en elke 24 flesjes die van het eiland afgaan, is gewoon gigantisch belangrijk. En daar staan wij achter. En anders hadden we er niet aan begonnen.